Yo gasten, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag gaan wij de snelste FUD-draft spelen. Wat wij daarin gaan doen is dat wij in elke 5 slots moeten wij gewoon de snelste speler kiezen. En of er nou 3 chemists eruit komt of 100, dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval proberen te winnen. Maar dat gaan we niet zomaar doen. Zoals je kan zien, zit ik even in een andere setting dan waar ik normaal in zit. En dat is met een reden. Frits heeft me namelijk een pakketje gestuurd. Frits is een bedrijf dat producten verkoopt om jouw internet zo optimaal te laten werken in het hele huis eigenlijk. Dus of je nou op zolder zit of in de woonkamer. Maakt niet zo gek veel uit. In Duitsland is het eigenlijk al heel bekend. En het kan voor DSL, voor glasvezel, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Daar is overal een oplossing voor. Dus maar zoals ik zei, Frits heeft mij dus een pakketje gestuurd en dat gaan we nu even openen. Want er zitten allerlei verschillende dingen in. Dit kan jij zelf ook winnen, maar dat ga ik announcen aan het eind van de video. Dus blijf sowieso nog even hangen. Het gaat eigenlijk maar om 2 dingen. Maar we gaan eerst even de wat kleinere dingen openen. Of ja, pakken die in deze doos zitten. Dit is een powerbank. Die kan je dus ook gewoon winnen. Die zit er ook in. Even kijken of ik die snel open kan maken. Zoals ik zei, powerbankie. Ik had er nog geen een, dus dat vind ik eigenlijk zelf altijd wat chill. Gaan we nu even door naar het volgende dingetje dat in de doos zit. Een drinkbeker, een mousepad, een zak M&M's. Altijd lekker. En nu eigenlijk de 2 dingen waar deze hele video om draait. En dat zijn de Frits Repeater 3000 en de Frits Box 7590. Nu denk je, Dani, wat houdt dat precies in? Nou, ik krijg best wel vaak de vraag van kijkers, gewoon van jullie. Van, ik speel op wifi, ik heb geen kabel, bekabeld internet op mijn Xbox. Hoe speel ik met zo best goed mogelijke gameplay op internet, op wifi? Ik moet zeggen, als pro is spelen op wifi eigenlijk wel een no-go. Je wilt het liefst gewoon op een kabel spelen. Want anders wordt het best wel lastig. Maar ik heb wel iets moois gekregen wat jouw wifi, wat jouw verbinding kan verbeteren. Namelijk de Frits Repeater 3000. En dit is dus een krachtige repeater die je overal in je huis kan plaatsen. Zoals ik net zei, op je zolder, woonkamer, maakt niet uit. Wil je nou op zolder beter internet, dan plaats je deze lekker op je zolder. En ja, je kan zoveel mogelijk dingen erop aansluiten. Je mobiel, je laptop. Eigenlijk alles wat je in huis hebt om zo stabiel mogelijk internet te creëren voor eigenlijk elk apparaat wat je in huis hebt. Dus hier ga ik straks de laatste 2 potjes mee spelen. En met de Fritzbox 7590 ga ik de eerste 2 potjes spelen, dus laat ik die nu even pakken. Dan hebben wij hier de Fritzbox 7590. En dat is een up-to-date modem wat inhoudt dat jij overal in huis de snelste internetverbinding, zo snelheid hebt. En je hebt eigenlijk allerlei verschillende ingangen zoals je kan zien. De Xbox kan je erop aansluiten, je PlayStation, je PC, allerlei verschillende dingen. En het zorgt er dus gewoon voor, omdat die zo snel is, dit is gewoon perfect voor gamers. Snel op FIFA, snel op je Xbox, je PlayStation, maakt niet uit wat voor spel jij speelt. Maar in mijn geval dus FIFA. Is het eigenlijk perfect voor de gamers. En wat ik zelf ook wat chill is dat eigenlijk alle kabels die je nodig hebt voor wat ik net heb opgenoemd zit al in de doos. De power cable natuurlijk, dat is wel redelijk logisch. Maar ook gewoon andere kabels die er gewoon in zitten. Echt best wel veel verschillende kabels. Dus die hoef je niet meer los te kopen en dat vind ik zelf eigenlijk wel top. En wat ik wel leuk vind om te benoemen is als jij de Frits Repeater 3000 als de Fritzbox 7590 in huis hebt, dat je beschikt over een mesh netwerk. Nu denk je, Dani, wat is dat? Een mesh netwerk, in het kort gezegd, gaat eigenlijk in dat je overal in huis dezelfde of stabiele internetverbinding, wifi verbinding hebt. Dus zelfs in het verste hoekje van het huis heb je nog perfecte wifi verbinding. Toen het enige wat ik nog maar hoefde te doen was de Fritzbox aansluiten en dat ging heel makkelijk. De power cable zit erin zoals je kan zien. En dan de internetkabel in de blauwe ingang. En dan mijn Xbox kabel in de gele ingang. En dat was hem eigenlijk al. Oké, jongens, ik heb de Xbox op de Fritzbox aangesloten. Het ging heel simpel eigenlijk. Het was een paar kabeltjes erin en eruit. Of erin eigenlijk. En via mijn PC gewoon via Wizard een paar keer op next klikken en voltooien klikken. Dus het was heel easy. Maar we gaan dus het draft spelen. En wij gaan voor de snelste FUD-draft. En ik ga voor de 4-3-3 met de valse 9. En we gaan er gewoon lekker snel doorheen rammen. Son is de snelste. Chemistry boeit ook helemaal niks. Hopelijk. Ja. Messi de snelste. Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Dus dit is het team. Ik vraag me alleen af hoe Paco Alcacer een van de snelste kan zijn van de 5. Maar dat zal wel. We hebben geen chemistry, we hebben 57 chemistry. Maar we hebben wel Lionel Messi in de spits. Dus we moeten gewoon de draft winnen, laten we gewoon eerlijk zijn. We gaan starten. Ik zie jullie zo terug bij het potje.
Ja, door hem heen. Lekker. Kovacic in. Kovacic. Tsitsala. Tsitsala. Gaat dit een snel doelpunt worden? Ik denk het wel. Ja. 2 minuten in. En Salah scoort al de 1-0. Heerlijk. Gewoon door hem heen gerend. Want dat is waar dit team eigenlijk allemaal om draait. Allemaal. Maar Salah heeft al een goaltje erin liggen. Na 3 minuten terwijl hij de kick-off had. Dus dat begint lekker. En we gaan het gewoon lekker volhouden. Salah ren. Ja, hij komt aan. Messi. Ja. Ziet. Wie is dit? Tonali. Ja. En het staat alweer 2-0 na 7 minuten. Deze moet hij natuurlijk gewoon afmaken. En dan staat er 3-0. In de 20ste minuut scoren we de 3-0. Het lijkt erop dat hij niet gaat lieven. Dat moet hij lekker zelf weten natuurlijk. Als hij wil spelen met een 3-0 achterstand na 20 minuten. En geen kansen eigenlijk. Dan moet hij dat natuurlijk lekker zelf weten. Maar misschien dat hij bij de 4-0 lieft. Misschien de 5-0. We gaan gewoon lekker door. En we proberen er zoveel mogelijk goals van te maken. Het tweede potje is gevonden. En we komen tegen Loki GS. En hij... Salah. Ziet Messi. Messi in de box. En die maakt hem natuurlijk af. En dan staat het 1-0. Na 5 minuutjes speeltijd. Misschien moet ik een keer naar zijn rechter gaan. Ah, penalty. Ja. Natuurlijk is het Ramos die Messi neerhaalt. Hoe kan het ook anders? En Salah gaat achter de bal staan. Oh, die heeft 83 penalties. Messi heeft 74. Oké, dus Salah gaat inderdaad achter de bal staan. Ik ga een lopje proberen in de kruising. Ik heb dat al lang niet meer geprobeerd. Ja, het werkt nog. Oh, ga naar binnen. Houdt de bal bij zich. Schaartje. Hij glitst er heel hard langs. Oh ja. Wat een solo, Lionel. En deze tegenstander klikt weer op start. En ik denk dat het inhoudt dat hij gaat lieven. En dat zijn 2 rage quits op de Fritzbox. Dus laten we nu de Fritz repeater gaan aansluiten. En dan gaan wij de laatste 2 verdraft potjes spelen. Oké, jongens, ik heb de wifi repeater dus aangesloten. Zoals je kan zien, mijn uploadsnelheid is 118 en mijn downloadsnelheid is 173. Ik zweer, dat heb ik nog nooit gezien met wifi, ook al is het bij mezelf of bij iemand anders. Dus dat is in ieder geval wel een groot pluspuntje als ik dit zo zie. Maar we gaan weer FIFA opstarten. We gaan de laatste 2 potjes spelen en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, de halffinale van de FUT-draft komen weer tegen een full Premier League team. Best wel goed. Gareth Bale natuurlijk, Timo Werner, Sterling, Rashford. Allemaal best wel goede kaartjes. Maar dat moet ons snelle teampje niet stoppen om natuurlijk gewoon te winnen. Dus we gaan weer ons best doen en ik ga weer de highlights laten zien, jongens. Tot zo. Ali, ziet midden, ziet Son, ziet Kovacic, ziet Koeman. Oh, kom op, Messi. Ja, doe je ook goed. Tonali staat helemaal vrij en dan staat het 1-0. We hadden nog 1 kleine kans in de 45ste minuut. En die moesten we maken. Wilden we 1-0 voor staan bij rust. En dat is gelukt. Dus we staan 1-0 voor bij rust. Hartstikke lekker. We spelen beter. Oh ja, je ziet het ook in de stats. We spelen een stuk beter zelfs. Ik moet zeggen, het is wel lastig. Omdat we natuurlijk een team hebben zonder chemistry. Ik heb er geen instructies op. Dus het is soms even lastig verdedigen tegen Rashford en Werner. Maar ja, we spelen gewoon beter. We hadden eigenlijk al 3-0 voor moeten staan. Maar we staan 1-0 voor en dat is meer dan goed. Di Maria is ingebracht. En hopelijk kan hij het verschil gaan maken. Hier doet hij wel een heerlijke skill move. En dan is gelijk de bal op Salah. Goed, maar niet goed genoeg. En hier is toch weer Di Maria. Gaat hij het doen? Pannetje. Penna! Ja, dat doet hij gelijk lekker hoor. Wat een actie van Di Maria. En gaan we deze maken is de vraag. Gaan we weer een Panenka doen? Weet je, waarom ook niet? Hij weet dat ik naar rechts ga. Maar gaat hij het doorhebben? Nee! Nee! Ik choke! Nee! Oh mijn god, hij duikt nog naar de verkeerde hoek ook. Oh, ik choke hem. Jongens, dit is de choke van de eeuw. Dit is de choke van de eeuw. Ja, die is er nu een soort van voorbij. En dat is dan toch de heerlijke actie van Mohamed Salah. Die uiteindelijk de 2-1 maakt in de 84ste minuut. Het is dit nog een best wel lastig potje, jongens, zoals ik al zei. Maar we staan hier nu wel voor. We hebben nog 6 minuutjes vol te houden. Moet wel goed komen. Maar hopelijk kunnen we dit potje gewoon lekker winnen. Hazard, Eden.
Nee, en dan de rebound. Die zit er wel in en dan staat er 3-1. 88ste minuut en dan is deze pot ook beslist. Wat er inhoudt dat we nog één potje moeten spelen om deze fut eraf te winnen. En ja, ik zie jullie terug bij het volgende potje. Messi met de golazo. Paar tikkies extra in de 16. En dan is het natuurlijk weer Lionel Messi die deze bal afrondt. Holy shit, die gast is echt heel erg goed. Ik ga even mijn backs op stay back zetten, want dat heb ik de hele tijd dus niet gehad, omdat ik zonder instructie speel. Alleen deze gast heeft best wel een snelle aanval en speelt best wel op de counter. Dus ja, dat ga ik nu wel even doen. Eigenlijk ook weer vanaf de kick of scoren wij ook meteen. God man, vanaf kick-off. Goeie kans en we scoren een kick-off goaltje. Oh, wat een paas. Wat een paas. Maakt Lionel die af? Tuurlijk maakt hij die af. Holy shit, deze paas was geweldig. Perfect op maat van Son en Messi met volgens mij al zijn vierde goal in dit potje. En we staan 4-2 voor. Jongens, ik ga niet meer elke goal laten zien, want blijkbaar is het een goalfestijn in deze pot. Dus ik zie jullie aan het eind van deze pot wel terug. Oké, jongens, zoals verwacht werd het een goalfestijn. We hebben 7-6 weten te winnen in deze finale. Lekker veel goal dus. Goals dus. 13 goals in totaal. En dat is niet niks, maar dat betekent wel dat wij gelijk de draft hebben gewonnen met de Frixbox en de Frits Repeater. Ik moet zeggen, deze repeater, ik voelde eigenlijk weinig verschil tussen bekabeld en ja, nu. Dus dat was eigenlijk wel echt een groot pluspunt. Was heel chill. Ah, dat is heel erg zonde. We krijgen 25 capex. Dat is jammer, maar we hebben wel de draft gewonnen en dat is waar eigenlijk deze video om ging. Oké, jongens, ik heb dus de Fritzbox 7590 en de Fritz Repeater 3000 gebruikt. Eerst even de Fritzbox, ben ik heel tevreden over, is eigenlijk niks over te klagen. Is natuurlijk gewoon bekabeld, dus mijn spelers draaiden lekker. Het speelde soepel en ja, het ging eigenlijk heel easy, dat zoals jullie zagen. En dan de Fritz Repeater 3000, waar het eigenlijk, waar mij het meer om ging. Want ik krijg best wel vaak de vraag van Dani: hoe krijg ik betere gameplay? Ik speel wifi en het is best wel lastig. Ik heb lag en noem maar op. Dit is oprecht de perfecte oplossing om dat te fixen. Omdat je gewoon ja, betere, stabielere verbinding houdt op jouw kamer. Of nou ja, de plek waar jij speelt. Dus dat is echt top. Dus ik ben heel tevreden over deze producten. En ja, ik wil Frits even bedanken dat ze mij dit hebben opgestuurd om te testen. En als jij deze twee nou ook wil winnen, plus de goodie bag die ik in het begin van de video heb laten zien, met deze mooie lampjes die erbij zitten, moet je even de Facebookpagina van Frits liken. Linkje zal onder in de beschrijving staan. En dan wil ik even van jou weten waarom jij deze dingen moet winnen. Dus laat dat even weten in de comments. En dan kiezen wij iemand uit. Dat hoor je vanzelf. Laat ook even je Instagram achter, zodat ik contact met jou op kan nemen. En dan aan het eind natuurlijk, doe dat blauwe duimpje omhoog als je deze video tof vond. Abonneer even op dit kanaal. Zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.